Hey, am Bos van Earth is hier. Er is iets groots aan de hand. En er staat nog iets veel groters te gebeuren. Kun je dat ook voelen? We gaan dit jaar waarschijnlijk dingen meemaken die nog nooit iemand heeft meegemaakt. De eerste mens is in januari permanent aan de computer gekoppeld. Het UFO-dossier staat op knappen. Een derde wereldoorlog lijkt steeds meer om de hoek te liggen. En hele volken zijn naar andere continenten aan het migreren. AI wordt steeds meer als een existentiële bedreiging voor de mensheid gezien, terwijl het net zijn onomkeerbare entree heeft gedaan. En wat betreft het klimaat? We gaan er allemaal aan, of er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Wat is waar en wat niet? In deze perceptieoorlog lijkt alles in de waagschaal te staan. Hoe kunnen we hier nou tegen aankijken en mee omgaan? Bij Earth Matters zien we daar een fundamentele vraag onder liggen, namelijk wat is de aard van onze realiteit? De meest intelligente wetenschappers van de wereld, zoals bijvoorbeeld Stefan Hawkins, maar ook allerlei andere pioniers in de kunstmatige intelligentie, zij zijn ervan overtuigd dat we met ons ogenschijnlijk biologische lijf in een fundamenteel digitale wereld leven. Een holografisch universum, een matrix, een simulatie of een opgerichte wereld. Maar los van de namen en de wetenschappelijke bewijzen die daarvoor zijn aangedragen, is het eigenlijk niet heel gek dat niemand weet wie hij werkelijk is, waar hij vandaan komt of wat hij hier doet? En is het niet net zo gek dat we 99,9965% van het lichtspectrum niet kunnen zien? Dat we de werkelijkheid die we met onze prachtige ogen zien, maar 0,0035% is? Eigenlijk zijn we dus allemaal stekenblind voor de realiteit waarin we leven. Of wat te denken van de 2,4 miljard kilometer aan DNA in ons lijf, waarvan 97% uitstaat? Hoe kan dat? En wat heeft dat te maken met de gebeurtenissen die zich nu op wereldschaal voltrekken? Bij Earth Matters zien we dat in de kwantumfysica belangrijke sleutels liggen om niet alleen de huidige perceptieoorlog te begrijpen. Maar dat er ook begaanbare wegen te vinden zijn naar de in- en uitgangen van onze oorsprong. Want als de realiteit volgens de knapste koppen een ultranoraal HD-hologram zou zijn, dan impliceert dat ook het bestaan van een echte oorspronkelijke wereld. We hebben lang gevoeld hoe we dit het beste aan kunnen vliegen en besloten dat we jullie meenemen op onze eigen reis. Eerlijk, soms ingetogen, dan weer force out there. Gaan we op waarnemingsreis? Zowel naar binnen als naar mensen, organisaties en plekken in Nederland en daarbuiten. Daar starten we nu mee. Je zou wel wat van onze content gezien kunnen hebben. Onze CrowdPowers, bijvoorbeeld. Nou, daar kun je meer van verwachten. Maar ook documentaires, interviews, kwantumfysische onderzoeken waar je aan mee kunt doen, evenementen, reisverslagen, bekrachtigingen en bovenal. Waarheid en waarachtigheid. Wij hebben het gevoel dat we met Earth Matters een wezenlijk verschil kunnen maken. We bekrachtigen de vrijheid van het menselijk bewustzijn en de vrijheid van het planetaire bewustzijn. Earth Matters. In het dubbel split-experiment wordt aangetoond dat onze menselijke waarneming de fysieke realiteit om ons heen op fundamentele wijze beïnvloedt. Dus samen waarnemen. Is een atomische kracht en die gaan we nu echt inzetten. Het is tijd. Je kunt naar Earth-marus.nl gaan om meer te ontdekken. En dat doen we het liefst met jou, dus we zien je daar graag.